Start ready. Attention. Go. Het is natuurlijk mooi, gewoon een beetje peddelen. Ja, 5 kilometer in de regio. Ja, precies. Ja, altijd. Goed. Hij zit gelijk. Ja. Sinds 2002. Dus mijn roeicarrière mag een biertje bestellen dit jaar. En het is gewoon mooi om dat te kunnen doen. Zeg maar, het is fietsen. Het is, en we blijven dingen vinden die beter kunnen. En ik blijf dan weer mezelf herkennen en terugvinden. En dat is mooi. Alsof ik alleen een boot aan het stellen. Ja. De andere keren hadden we dat jullie uit de start al wat hoger kwamen en nu lijkt het alsof het dat hele stuk. Het is gewoon heel erg behouden, maar je kan niet nog meer overpoweren in die start. Nee. Nee, maar het zit niet alleen in power, het zit ook gewoon in het draaien. Dat je niet naar. Dat je hem meeneemt. Dat je de tempo kan meenemen als je power erop gooit. Het moet in het ritme van de boot. We komen gewoon niet. Het is niet natuurlijk hoog genoeg. Hoe gaat het bij jou, Bart? Ik dacht dat ik het ondersteunen wel had. Ja. Maar. Kon je goed je benen leeg duwen? Nee, dat nog niet. Maar. Vrijdag racen we tegen het andere dubbel en de twee zonders. En daar gaan we dus in ieder geval de eerste stand van zaken opmaken. Van oké, hoe hard gaat iedereen? We hebben geen idee. We hebben ze wel zien langsvaren, maar je hebt geen idee. Dus dan is het enige wat je kan doen, is heel erg vanuit jezelf beste race varen. En we hebben hele goede halen gemaakt de afgelopen dagen. Dus het enige wat we nu moeten doen is dat 2 kilometer volgen. Nog zo eentje doen, dus nog 1x750, nog 1x500. Hetzelfde opzet. Hetzelfde insteek nu die 750 als je net die 500 deed. Dus echt compact houden en het ritme meenemen. Nu bleef het tempo ook veel hoger. Het hele stuk door. Ja. Het zakte nu naar 38. Ja, zoiets. Ja, Pieter klokte hem totaal op 1,34. Dus dat is wat we willen. Zo'n eerste 500. Die heb je dan net al 7,50 voor gedaan. Dus dat is mooi met deze omstandigheden. Dus dit is de snelheid en hier moeten we aan wennen. En dit is. Dit is hem. Ja? Hebben jullie nog andere dingen? Anders dan dat het zwaar is. Ik dacht dat het laatste was. Je dacht dat het de laatste was. Nou, we zouden 4 kilometer hard varen. I know. Je zit op 27,5. Mijn bloed zit niet in mijn hersenen op dit moment. Nee. Kantje.
Het idee dat de boot heel gelijkmatig door het water moet lopen, dat heeft een beetje met de gedachte dat je... Ja, gaan we zo? Ja, moeten we afwegen, toch? Ja. Het duurt een beetje uit. Jullie zijn een tweetje. Dan staat er een andere tweetje op, die willen ook wel naar de Olympische Spelen. En die moeten dan tegen elkaar gaan roeien. Dat is toch een heel vreemde constructie. Waarom is er niet een grote groep lichte roeiers waar de beste twee uit wordt geselecteerd? Ah, dat is de hamvraag. Ja. Die kunnen wij niet voor je beantwoorden. Dat zou ik toch bij... weet je, dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de KNB om een groep te maken. En zij kunnen ervoor kiezen om dat wel of niet te doen als daar weet je, potentie voor is of niet. Maar op dit moment... Er is een lange periode gewoon veel lichtroeien gestopt en afgebouwd en of naar zwaar gegaan. En het was even dood. Dus als er niks is en je weet dat na de Spelen in Tokio de kans groot is dat lichtroeien eraf gaat, waarom zou je er nog investeren? Ik begrijp het ergens wel. Het is wel heel zonde. Dus we hebben potentie. We hebben medailles gehaald de afgelopen jaren. Consequent, zonder dat we dat onder de arm van de bond deden. Het ging gewoon, we mochten met ze mee en daar zijn we super dankbaar voor. Maar als wij dit alleen kunnen, dan kunnen we toch ook een dubbel 2 maken met jullie hulp. Ja, goed. Dat is allemaal... Ja, begin met de rigger. Dan gaan we alles losdraaien en kijken wat er blijft hangen. Laat ik het dan bij jullie houden. Ja. Hoe is het om te roeien in een dode discipline? Ik geniet ervan zolang het er nog is. Ja, het is nog steeds mooi. Maar de mensen die nog steeds meedoen, die zijn nog steeds net zo gepassioneerd. En gaan nog steeds tot het uiterste. En de grenzen en de limieten worden alleen nog maar... verder opgezocht. En dat merk je in je internationale concurrentie en in je nationale concurrentie merk je dat de mensen die dus inderdaad ervoor kiezen om nog door te gaan tot het eventuele bittere eind, dat daar ook een hele hechte groep in ontstaat van gelijkgestemden en enorm respect voor elkaar. Omdat iedereen weet wat er gaat gebeuren en nog steeds is eigenlijk iedereen bereid om er zoveel energie en tijd aan toe te wijden. Niet voor 1200 euro. Laten we deze omdraaien. Ja. Laat me eens naar mij toe. Ja, Jullie moeten het ook met elkaar doen. Ja. Jullie zitten dan met elkaar in een lichte dubbel 2. Jullie zitten eigenlijk al jaren bij elkaar in verschillende ploegen. Mm-hmm. En toch zijn jullie de laatste week voor zo'n wedstrijd zijn jullie nog best wel aan het werken om in de boot ook bij elkaar te komen. Ja. Waar zit hem dat in? Hoe? Bij het opbouwen van een van zo'n ploeg is het echt een kwestie van afbreken en weer terug opbouwen. En als jij het perfect timed, dan ben je eigenlijk pas op het allerlaatste moment helemaal perfect opgebouwd. Je kunt nooit die perfectheid samen vasthouden een heel seizoen lang. En daarnaast nog je fysieke progressie maken en je krachtprogressie maken. Je gaat altijd weer een beetje uit elkaar groeien, want je bent gewoon fysiek verschillend. En dan kom je weer naar elkaar toe als je daarop focust. Is het er maar uit. Welk standje was, Suus? 3? 5? Begin maar hoog. Het is net zoals de vorige keer, Bart. Begin groot en dan kan je altijd nog kleiner eindigen. Je hebt hier
Ik hou deze bij me voor als het mis gaat. Something to stab you with. Zetten ze zich... Wees toe bereid. Her van Zwaarder. Dit is gewoon op standje 7. Oh man. Dat is echt een slecht idee. Nee, dat is een goed plan. Nou, hoe schat jij jullie kansen in? Best goed. Ja, nou, als we, ik weet dat als wij er lekker in zitten, dat we echt een ontzettend snelle 2000 meter kunnen neerzetten. En dat we echt iets heel moois kunnen neerzetten, gewoon als ploeg. Ja. En dat hebben we al heel vaak aan onszelf, hebben we daar stukjes van mogen ervaren. En dan is het gewoon kijken hoe je het doet ten opzichte van de rest. Dat is eigenlijk het enige waar ik me op focus. Gewoon van voor ons twee de beste race varen die we kunnen. En dan zien we het wel. En het is altijd mooi als er iemand naast ligt. Dat geeft altijd, ja, altijd een reden om nog harder je best te doen. Op het moment dat het erop aankomt. En dat maakt het racen zo mooi. Yes. Kijk. Oh ja, sowieso. Oude mannen roeien, hè? Zo, dit is steeds raar roeien nog blijven staan. Nee. Het zijn drie races, vrijdag, zaterdag, zondag. De ploeg die twee keer wint, die mag naar de EK. Hoeveel dagen denken jullie dat er geraced gaat worden? Ik heb geen idee. Kijk, we weten niet hoe hard die andere jongens gaan. Dus uiteindelijk, het kan hartstikke spannend zijn. Het kan ook helemaal niet spannend zijn. Wie weet slaat een van ons zo'n gat. Dat het na één dag al is van is het nog wel leuk om een tweede keer mee te varen. Daar durf ik niks over te zeggen. Voor de appie, weet je, voor het inwegen. En ik heb gewoon echt een half uur in de winkel gestaan omdat er gewoon geen personeel was die kon aanwijzen waar het bazijn slaat. En ik stond op een gegeven moment met zo'n groep boze moeders die ook naar dingen op zoek waren. Die gewoon, de hele appie was gewoon leeg. Robert, wat is er zo mooi aan roeien? Wat er zo mooi is aan roeien, denk ik, is de puurheid. Dus heel direct, hoe meer je erin stopt, hoe meer je er gaat uithalen. Ik denk dat mij heel erg heeft geholpen als om een goede roeier te worden. Toen ik erachter kwam van, hoe meer je het gaat doen, hoe meer je eruit gaat halen, is het resultaat inmiddels een beetje gekomen. Of zijn de resultaten een beetje gekomen. Ik denk dat het de puurheid is van samen op het water zijn, soms alleen. Van A naar B zo hard mogelijk. Een combinatie van kracht, maar toch souplesse. En het buiten zijn, denk ik. Ik denk toch in de stad, toch nog even een soort van de natuur in. Ik denk dat voor mij als niet-stadsmens, het roeien ook zeker hoe ik hier in Amsterdam zo mooi maakt. Dat ik mijn hoofd leeg kan maken. Gewoon alleen maar bezig zijn met één beweging en die gewoon mijn hele leven zal blijven perfectioneren. Ja, precies, heb ik echt over nagedacht. Nee. Die baantjes komen sowieso mee. Ja, maar ik weet het niet. Heb je daar geslapen? Nee. Nee? Nou ja, heel licht. Ik slaap wel, maar de ventilator aan, hè. Ja. Ik heb wel lekker. Ja, lekker slaap ze. Totdat mijn airco keihard moet piepen omdat de timer afgelopen was. Maar dat heb ik toch uitgezet. Ja. Ik duur de timer toch uit. Ja, precies. Goed. Nou, 16k zat dan te denken. Zou jij 16k te denken? Ja, oh. Ik ook. Oh. Jij ook? Nee. Was jij aan te denken? 16k. Oh, is het ook aan het werk? Nee, ik had gezegd 20, maar ik vind 16, want we gaan vanmiddag weer. Ja, precies. We gaan niet gaan tegen, dus we gaan vanmiddag op.
Even kijken hoe het met de wind is. Nee, laat maar gewoon 60k aanhouden. Gewoon rustig. 6k invaren. Even niet te veel dingen tegelijk. Het samenwerken voor, het springen. Dat is een dingetje. En het tweede deel van halen. Daar gaan we een beetje focussen op. Ja. Yes. En eens kijken of iets aan misschien nog een kort opzet te doen. Whatever. Ja, het is gewoon lekker op het einde. Heel kort. Ja. Kijk, yes. Het kleeft. Okay. Prachtig. En Maartje begint wel een beetje pens te krijgen, jongen. Oeh. Ik ben in 3 weken. Ja? Bijna 7 kilo aangekomen. Echt? Dus, wat is dat? Maar hoezo? Heb je de whisky ontdekt? Ja, wel elke avond. De ouders zijn weg. Oh nee, ja, dat verklaart veel. Chips, ontbijt. Dus je maakt overuren. Ben klaar. Ja. En lichtgroeien, wat is daar mooi aan? Nou, dat ik zo mooi vind, nou, bij mij begint het al eigenlijk uit in de juniorentijd, zoals met Obbe. Dat je gewoon dan al zoveel meer je best moet doen dan de rest, omdat je gewoon klein bent. Dus je moet al veel efficiënter zijn, je moet al veel harder trappen op een 2K-test. En dat er ook nog de dynamiek bij komt van inwegen en hoeveel kan ik doen met die 140 kilo in de boot. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Oh, we hebben een beetje onbalans achterin. Jij dat ook? Nee, maar die kan ik dat helemaal niet zien. In het laatste deel van de haal of in de recover? Het begint een beetje bij de uitwik, maar het is maar tussen de uitwik en broekbrandstop in. Ja, wat me wel een paar keer opviel dus straks die kant op, is dat je een beetje slordig zijn achter met uitpikken, een beetje sliffen. Ja, maar daar heb je het ook mee te maken. Het heeft gewoon te maken met voorspanning en druk houden in mijn optiek. Over een paar dagen nemen jullie het op tegen met name Bart en Wart in de andere lichte dubbel. Hoe bereiden jullie je voor op die race? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we, ik denk dat we sowieso van deze dubbel tweetjes en ik denk, binnen het ADRT ook dat we gewoon snoeihard hebben getraind de afgelopen 2 maanden dat we eigenlijk pas weer konden roeien. Net te hard getraind, dan nooit zo hard getraind. Precies, zeker voor David was dat natuurlijk een hele grote stap met gewoon hele lange duurblokken en dat hadden we eigenlijk nog niet echt gedaan. Ja, maar ja, ik bedoel, we hebben kilometers gemaakt dat, zeg maar, dat matchte en soms zelfs een heel klein beetje overmatcht het ANRT ook. Dus. Blijf je rug denken. Achter? Nou, ik heb het tegen het gedaantje hier. Ik heb het gevoel dat ik nog meer aan het inkorten ben. Dus als ik nu niet bijhoud, dan. Nee. Jij moet absoluut niks nee, minder maar doen. Ik heb wel het idee dat ik nog iets rechter of iets beter zit nu. Iets minder zo. Ja, als je die heupen maar in de gaten houdt. Ja, precies. Ja. Hoe schatten jullie je kansen voor komend weekend? Ik schat onze kansen wel goed in. Dank. Ik weet dat we grillig kunnen zijn. En dat het af en toe niet op zijn plek valt. Maar als wij zorgen dat wij ons hoofd... op een goede plek hebben. Leeg zijn inderdaad. Ja. En vooral dat Daantje... niet zo graag wil, maar hij wil namelijk heel graag en dat gaat soms een beetje tegen hem werken. Gaan we 8k, Frank? 6k? Of 6k? Ja, we rekenen het onderweg maar uit. Nou, niet rekenen onderweg. Het is moeilijk hè, 16k. We hebben er 6 gedaan nu. Ja, dus we doen nog 6 en dan nog 4. Exact. Ja, training, de schouders gaat, de ontspanning, de voorkant. En probeer echt dat ritme van ketchup vanuit het aangeleide aan te houden. Niet achter dat je er bent. De vrouw die schouders ontspannen houden, lekker hangen. Je trekt de schouders erg op.
hakken, die eerste? Ja, die eerste was hakken en die tweede was wat minder. Ja, die was... Ah, ging wel harder. Ik bedoel, er was wel meer een soort van bovenbaan... sprintjes ding, maar... Dat was wel iets minder, zeg maar... Je merkt ook aan Daan's riem, dan is hij gewoon bijna tot... overdreven, zo'n stuk maar, voor de dollar. Ja, inderdaad, ja, er zijn bijna denken, weg en ook met je leuke, leuke luifeltjes varen. Ja. Voor jou. Niet dus. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar er waren wel een paar zaken die vielen goed op een plek. Die tweede. Een beetje hetzelfde tempo volgens mij, hè? Als de eerste. Was eigenlijk niet, ik klokte op een gegeven moment 37, maar ik denk dat is vast niet goed. Nee, volgens mij zaten jullie hoger. Nee, echt 42 of zo. Ja, ja, precies. Maar er viel een aantal dingen goed op mijn plek, onder andere het tweede deel van Haal. En jullie zaten daar vrij gelijk. Ja, daar had ik hem lekker. Ja. Ik voelde het ook. Ik kon hem helemaal meenemen zoals Obbert deed. Ja, precies. Dus kijk, als dat inderdaad lukt vrijdag, 2 kilometer lang, nou, dan maak ik me verder niet zo heel veel zorgen. Nee. Die, dat kopje blijft, ja, ik weet niet. Dat, ik weet niet precies vandaag waar ik door kwam, maar kan ik zo, kunnen we zo meteen even met twee praten van op? Over mijn hoofd. Of je hoofd praten? Ja, ja, nou, ik heb rustig gezitten. Ja, nou, het is niet heel lang, maar gewoon eventjes. Ja. Nou ja, Daan heeft dat centrum heel erg, heel, dat hij dus daar nou ja, tot rust moet komen. Maar dat dat gewoon wel al redelijk voor de boot gebeurd is. Daar heb je de tijd niet echt voor. Dus, maar wat heb je dat met vanmiddag gemaakt? Nou, dan kan gewoon ik even oefenen. Testen. Je moet het wel een keer oefenen. Ik bedoel, je moet dat even voelen hoe dat voelt ook. Paul, wat ik bedenk dat nu, maar... Van als je op de RP3 en zo ook al gaat zorgen dat je je schouders ontspannen hebt, dat je lekker al een beetje warm bent. Nou, je eerste haling in ieder geval gemaakt en als je niet hier de eerste 1500. Ja, maar even, het een beetje waagse verhaal nu. Dus ga niet ermee nu roeien. Gaan jullie dan eerst op de RP3 en dat soort dingen doen? Ja, 1:30 roeien dan. Ga jij dit doen? Want slaap, zeg je weer, een beetje slaan neem ik aan. Maar het is niet zo dat je nog de hele dag niks eet. Hij zal wel eten? Ja, ik zal even eiwitreep eten en dan om 12:30 of zo even eten. En dan ook van appel ofzo, want dat gaat zo uitzetten in je buik, weet je wel. Dan voel je je een beetje vol. Nee, lukken. Ik heb hem wel. Uit. Goed zo, jongen. Goed. Maak me geen zorgen. Maak me eerder zorgen dat je neervalt en dat je niet haalt. Nee. Hoeveel dagen hebben jullie nodig, denk je? Twee. Sowieso twee. Ik denk als we zeg maar, ik moet wel zeggen dat het nog één ergste ding van, achter, nou ja, van één ding afhangt. En dat is, nou ja, of het in één dag, of het op de eerste dag. Nou ja, zij hebben al een jaar niet gereisd, maar wij hebben ook al een jaar niet gereisd. Valt hij op zijn plek? Precies.
Ja. Dus dat is echt een... Ja, dat was een volwassen race. Dat is precies wat ik erbij ook op de kant zei. Goed ramen. Ja. Oude school, hè? Ja. 1-0 voor Leiden. Ja. Ja, verder heb ik er nog niet veel... Er zijn grote uitspraken over. Kooi dus goed? Ja, ze groeiden echt. Ja, ik heb ze nooit beter in een race zien, zien groeien. Dus dit is, was heel volwassen en voornamelijk heel, heel erg geduldig gevaren. Die anderen die gingen echt als een malle weg. En die lieten zich er niet gek door maken, maar ze hebben gewoon hun eigen snelste race gevaren. Ja, dat was van voren net niet scherp samen en daardoor was het. Ik weet ook niet wat je riep, maar dat. Wat riep je? Ja, ik dacht, ik stond er gezak van, ik verstond goed. Je weet het als ik. Hij laat me even uitpraten. Toen dacht ik, hij zegt schouders, dus ik ging ontspannen. Ja, dan moet je hem ook even uit laten praten. Dat is maar één ding dat ik zou doen, alleen dat. Ja, nou, dat heb ik ook daarom ook gedaan. Ik ben niet dom. Dat was wel te merken. Rustig. Ja, maar je was ook een beetje. Ik werd ook een beetje gebrand. Maar zag je daar ook wat van? Nou, ik zei niet heel veel meer. Okay. Ik vond niet dat het. Het zat gewoon niet goed bij elkaar. Ik heb jullie betere stukken zien varen. Ja, zeker. Dus en dat gecombineerd met dat het misschien de wind wegviel en daardoor misschien ook fysiek wat zwaar was. Nee. Ik denk dat we het prima hadden gekund als het. Het was dan nog net iets te zwaar wel. Maar we hadden het prima kunnen oplossen als we gewoon samen waren geweest. En dan, was het alsnog zwaar geweest, had ik misschien alsnog achteraf gezegd, had het iets lichter gekund. Mm-hmm. Maar dan hadden we het misschien niet bij de 1000 al echt gewoon tegen een muur aangevaren. Want het zat nu net zo net niet gelijk dat het zo... Ja. En dan was het was alleen maar de boot deed op gang proberen te krijgen, weer in plaats van hem op gang houden. Ik was gewoon echt alleen maar bezig met wat Bart aan het doen was, wat de boot deed. En dan op de punt waarop we dingen hadden afgesproken, dat ik dan dat moment nam. Kleine oriëntatie, moet er wat gebeuren, waar liggen we? Ja, dat was heel strak. En dat ging echt... Dat ze in de gaten. Ze deden een paar keer deze heel even wat en daarop gewoon blijven aanhaken omdat ik door had, ja, dat hoeft niet. We zijn super ontspannen, we zijn heel erg goed aan het leveren. Dat kunnen we nu heel gecontroleerd weer goed maken, zonder dat het ons eigen plan in de weg zit. Ja. Verder was het eigenlijk helemaal niet slecht, maar dat is juist het punt. En dat hoor je dan wel van, ik bedoel, dat weten jullie. Jullie zijn in theorie gewoon de snelle ploeg. Jullie hebben gewoon veel meer vermogen, veel meer power. En dat zie je ook. En die andere twee die draaien duidelijk op routine. Ja. Dus het is gewoon niet meer zien. Ja, maar dat is ook hun. Dan kunnen we zeggen, ze zijn auto, maar dat doen ze gewoon. Die auto's hebben gewoon wel ontiegelijk veel meer ervaring dan jullie. Ja. Maar laten we wel lezen, je bent net uit de luiers. En hij heeft al 2 jaar ervaring als senior. Dus jullie zijn gewoon broekjes in het hele veld. Ja. Maar dat zit ook iedereen wel. Dat is de punt ook allemaal niet. Niemand heeft zoiets van, oh god, nou dat valt tegen. Nee, het is gewoon even kut, maar... Ja, dat is de eerste dag. Het is kut dat we niet de tweede avond gelijk kunnen fixen. Ja, dat had mooi geweest, maar... Maar, ik bedoel, er is vandaag nog geen man overboord. Vind ik ook niet. Eerst even dit laten bezinken en dan gaan we straks verder het plan maken voor morgen. Ja. Ja, je mag hier even... Ik zou hier echt even van genieten. Het was een goede pot roeien. Ik genoot ervan. Iedereen kan. Zijn ze er klaar voor? Ja, dat waren ze gisteren ook, maar... Hè? Dat waren ze gisteren ook. Schouders. Ik vind het heel veel zo goed, zo. Alleen, iets minder nadenken. Ja. Dan komen we nu bij de 750. Als je het die ziet, weet je dat ik vanaf daar kan gooien met de teams. Ja. We beginnen met de eerste 10 dat ik hem weer scherp wil hebben. Gewoon kussen van knokken. Eigenlijk op zich, qua techniek was het helemaal slecht. Dus gewoon alleen ervoor gaan, het gaan. Want anders is het voor het EK vandaag over en uit. En het is niet wel, denk ik.
Moet kunnen. Daarna gaan we gewoon blijven gaan. Heel veel zijn te zien. Wat voor uitdagingen ze nodig hebben vandaag? Ik ga ervan uit dat ze nodig hebben. Mooie rijden, mooie kant op. Je kreeg een elleboogje van de bondscoach. Ja, ja. Het was een mooie race. Weer heel, heel degelijk gevaren. Heel, heel strak. Een redelijk goede tijd. Dus dat is mooi pot zo. Ja, het was wel heel duidelijk. Ja. Dus wat betekent dit? Wat betekent dit? Nou, dat we van de anderen gewonnen hebben. Dat is duidelijk. En dan gaan deze jongens naar het EK. Dat was de inzet. En dat is... Wat ze nu met heel hard werk gewonnen hebben. Dat is heel mooi, daar ben ik heel blij mee. Wat is er net gebeurd, jongens? We hebben onze taak uitgevoerd. Ja. We hebben... Job done. Ja, we hebben Ob en David twee keer verslagen. En dat was nodig. Dus dat is wel geruststellend. Ja. De spanning is er nu een beetje vanaf. Zo. Jullie kwamen niet juichend uit de boot? Er was geen ontlading, of was die nog op het water? Die was wel even op het water. We hadden heel even op het water. Je komt over de finish, je hebt wel gewoon echt zo van ontlading van spanning. Gewoon van, oké, goddank is het gelukt. Het ging niet heel erg van harte. Ik denk dat we dat hadden we allebei door. Terwijl we aan het roeien waren, het was niet zo goed als gisteren. Nee. En dus dan ben je wel, je bent opgelucht, maar je bent ook meteen kritisch. Want je weet van, oké, we hebben dit nu afgerond, maar we willen ook op het EK zo meteen heel hard. En dan zijn dit hele goede oefeningen. Ja. Want wat gaat er nu concreet gebeuren? Gaan jullie gewoon weer naar Leiden en daar op je eigen water trainen? Blijven jullie hier? Krijgen jullie begeleiding? Geen idee. We hebben tot ongeveer een kwartier geleden het plan gemaakt. En het is nu tijd om even wat een stap terug te nemen en kijken wat er moet gebeuren. Een maand of twee? Nee, ik denk... nee, maar ja, het EK is zo. Dus we moeten... Nee, dat bedoel ik. Het EK is al... Ja, het is over een maand of twee is het. Ja, we moeten... Een maand of twee. Ja, het is over precies twee maanden al klaar. Ja.
Dus, we hebben 48 uur om eventjes weer uitgerust. We gaan eerst afwachten wat World Rowing zegt vanavond. Ja, ik kan überhaupt doorgaan. Dat is nog niet uitgesproken. Maar dit hebben we in ieder geval wel. Ja. Door naar binnen. Lekker er langs. Geweest hier jongens. Goed gedaan. Maar je hebt natuurlijk ook geen tang bij je, Paul. Het zat er gewoon niet in. Vandaag. We hebben gewoon een echte routine, als jonge ploeg. Dat merk je vandaag. Dat het meer een soort leermoment vandaag dan dat het echt... dat we konden laten zien wat we konden, wat we kunnen. Een beetje... Gisteren gewoon, weet je wel, is gewoon twee dolle honden gestart. En nou ja, dat moeten bekopen, halverwege met gewoon net niet lekker samen roeien en... Nou ja, daardoor een beetje overpowered zijn. Dus dat is wel gewoon verbeterd. En daar denk je dan tijdens een race, denk je er niet aan over na. Tijdens die race ben je zo, oké, zoeken. En dat is het gewoon, we zijn gewoon aan het zoeken. En we kunnen dan iets vinden. En dan zijn we gewoon aan het zoeken. En dan naar de 1000, dan is het zoeken eigenlijk al voorbij. Weet je? Dan is het een beetje zo, oké, we hebben het niet gevonden. En dan... Nou, dan tijdens de race denk ik zo, ja, oké, het is zo. Tenminste, dat dan, gaat er dan door mijn hoofd van, oké, kut, ja, we hebben het gewoon nu nog niet. En dan achteraf ben je, dan ben je, vind ik het altijd heel moeilijk om... om mensen onder ogen te komen. Kom je ook weer thuis? Moeilijk om al mensen om wie ik geef, weet je wat, die waar ik voor gefaald heb, zeg maar. Zo voelt het dan een beetje. Maar ik heb net niet gehuild, maar als ik nu over nadenk dan. Het is gewoon in het park voor wil gaan, dus dat niet, niet eruit komt, dan, dan is dat gewoon kut. En dan ja, het is het gewoon moeilijk om die mensen te zien, te vertellen dat je gewoon hun niet trots hebt kunnen maken. En dat is wel een heel groot deel voor groei. Mensen trots maken om wie ik geef. En dit soort momenten dan is dat er niet. En dan ben ik iemand die het snel ziet als falen. En dat was nu een beetje zo. En dat komt er nu pas uit, omdat ik er nu goed over nadenk. En net een beetje uit boosheid gewoon heb laten gaan en er... makkelijk over nadenken. En als je er dan dieper op ingaat, dan is dat gewoon. Is dat zo? Het enige wat we kunnen doen is omschakelen en. Harder gaan dan gisteren. En harder gaan dan vandaag. Ja, als het de volgende keer. Laat zien wat we kunnen. Precies. Ja. Yeah. Thank you.